Hallo! Welkom weer terug vandaag. Hond. Vandaag gaan we food challenges doen. We hebben er drie, hè, Hil? Ja, vertel maar. Het. We beginnen met de rode pepers. Heel heet. Ja, ik ben echt bang. Ik vind het echt eng. Eat me. I'm hot. Vandaar zijn trouwens dus ook deze twee embers. De embers. Want wie weet wat er gebeurt. Er staan hier suikerklontjes. Voor de hitte. Ja, precies, om dat weg te halen. Je kent het wel, dat branderig gevoel in je mond. Tweede challenge gaan we Chubby Bunny doen met spekjes. Ik zal helemaal spekjes in je mond stoppen en na elk spekje moet je gewoon Chubby Bunny zeggen. Chubby Bunny? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Bunny. Chubby Bunny. En als derde hebben we de Cinnamon Challenge, de welbekende Cinnamon Challenge. Veel YouTubers hebben het al gedaan en wij gaan er nu ook echt aan geloven. Het is als je kaneel in je mond doet, zegt dat al het vocht uit je mond weg. En dat gaan we proberen door te slikken. En dat wordt toch een hele challenge. Ja, ik ben benieuwd. Dus let's start. Het kan er nu al uit. Ja, dat kan je nagaan. Laten we beginnen. Oh, ik doe het niet. Welke gaan we beginnen? We gaan met de rode pepers. Rode pepers. Oké, nou. We beginnen met de rode pepers. Oké, nou, let's start. Oh my. Oké. Oh, ik durf het niet. Dat lijkt zo heet. Nee, niet doen! Oh, dat moet ik niet uit de restart. Oké. Wacht, ik durf het niet. Ik durf het niet. Oh, ik vind het echt eng. Oké, nou. Oké, laat het gaan doen. 3, 2, 1. Oké, wat nu heet. Ik durf niet te slikken. Warm. Dat zeg ik helemaal niet op. Je kan dit doorslikken. Nee. Ik vind het wel meeval. Ja? Maar uitdoen. We hadden altijd tranen in onze ogen. Ik vind het echt wel mega. Ik vind het alleen heel vies. Ik vind het alleen erg vies. Mijn neus gaat ook wel lopen. Er zit geen smaak aan. Oh, hij wordt nu hit. Dat had ik net. Dat is niet wel. Dat blijft. Ik heb het ook meer. Kijk, ik heb best wel op. Ja, maar jij vindt het lekker. Oh, dat wordt heel. Mijn tong is aan het afbranden of zo. Nee! Ga! Oh. Zo, ik heb gewoon mijn make-up helemaal uitgelopen volgens mij ook. Je hebt gewoon echt het gevoel alsof ik mijn gehemelte stuk maak, gewoon zo heet het. Oh my god. Wie doet het daardoor zijn eten? Ben je dood of zo? Dat is niet op... Ik vind het wel meeval. Ik vind het vies. Suikerklontje. Het doet zoveel pijn. Oh my god. Ah, lekker. Je eet een heel suikerklontje op. Dat heb ik echt van gemeten. Ik sta echt in de fik. Nee, ja, wil je buren? Nee, mag niet. Geen dood. Rode peper aan mond. Ah, helemaal traag. Ah, goed. Let me see you. Nee, ik ben er. Nee,
Dat is heet. Oh, dat ben ik. Zo heet. Het is wel erg. Oh, sorry. Oh, dat is een tas. Oh, mee, het brengt hoe erger het wordt. Aan de toon! En toen ga je hier voor de maak. Ah, dat is heel. Dit gaat gewoon niet meer weg. Oh my god, dan moeten we ons hele leven zo. Nee, nee. Het gaat niet weg. Nee, het gaat echt niet weg. Oh, wat heet. Lief. Ik heb mijn hele peper op. Oh. Ik beval. Nu kan ik een bevalling aan. Oh. Creativiteit staat erop trouwens, TCV. Echt? Oh, dat is niet, mijn lippen ook gewoon. Het zit hier aan de binnen. Melk. Oh, melk. Melk! Pak melk. Het doet echt heel veel pijn. Het doet gewoon... je mond brandt gewoon weg, ofzo. Maar een keer wel ook een maag, hoor. Misselijk van. Het is heel vreemd, want zeg maar dit deel, dat was helemaal niet heet. Ik vond het alleen vies om te eten. Maar nu, hoe laat is het? 3 minuten later of zo? Nu, echt, mijn mond brandt weg. Oh, het doet echt... Stik op! Nee, we hebben echt een heel lang filmpje volgens mij. We hebben dus net gegoogeld wat hitte als je mond in de brand staat, zeg maar. Oh. Wat dat tegengaat. Melk en suiker. Nou, suiker helpt dus helemaal niet. Oh, ja, dit is echt melk. Ja, het is weg. Ik kan wel weer terug. Alleen mijn lippen. Ja, ja! Het zit hier al op mijn lippen. Oké, okay, laten we gauw de peper wegstoppen, want dit is echt niet te... Oh my god. Hey, kijk, zie je wie is de winnaar? Oh ja, we hebben een challenge. We hebben een winnaar, hè? Dit was alweer challenge nummer 1. Inderdaad, er staat nu 1-0 voor Dylan. Ben je benieuwd hoe challenge nummer 2 of nummer 3 eruit gaat zien en wie er gaat winnen? Abonneer dan even. Volgende week vrijdag komt er een nieuwe video aan. We zien jullie dan. En dan zeggen we nu... Later!